C'est une romance d'aujourd'hui. Goedemiddag. Het was vrij koud vandaag. We zaten in Egypte, ja, een beetje koud in ons slaapzakje. Het slaapzakje was koud, er waren buizen. Ja, ook dat hoort bij een pelgrimstocht. En dan de onrust over die virus, dat is niet fijn. Ja. Maar goed, we hebben vanavond een slaapplek, maar we hebben morgen iets kunnen regelen. Dus we zijn weer 2 dagen onder de pad. Ja, dus we gaan vandaag naar Château Porcien, en daar hebben we een onderkomen, dus daar gaan we weer. We gaan maar een beetje van dag tot dag gaan kijken. We hopen niet dat er te veel dicht gaat, zeg maar. Dat is onze enige zorg eigenlijk. Maar vooralsnog lijkt het er niet op. Dus, dit lijkt nog meest van, dus we blijven een beetje hangen hier. Zo. Ja. Loopstukjes en bekijken het. Ja, het zal misschien ergens 2 dagjes blijven, we zien het wel. Ja. Doei. Van het lot. Ook al weet na 1 dag de regen alle sporen weer uit te vegen. Het heeft toch een doel. Mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen, één moment ben je even deel van mij. Wat een mooi verhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentrait chez lui, là-haut dans le brouillard. Het begin van 1001 nacht, in 1 nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer zie? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Oh. Het is dag 23, we zitten nu in Château Porcien. Yes, yes. Oui, oui. En we hebben een guide. We konden een code ophalen bij een cafeetje en dan konden we zo in. Dat hebben we hier zelf gekocht. Ja, het is van de gemeente of van de parochie iets. Ik weet niet, maar het is een keukentje. 8 slaapplaatsen, 2 badkamers, 2 wc's, erg luxe. Ja. Dus dit is helemaal prima. We zijn er alleen, dus scheelt. Dat scheelt. En vandaag ging op zich ook wel, ik vond het lopen wat zwaar, maar dat kwam waarschijnlijk door het slechte slapen vanavond of gisteravond. En ook wel een beetje door de spanning van hoe gaat het dan verder met het hele virus gedoe. Ik lees net dat Frankrijk ook op slot gaat, dus ik ben benieuwd waar we mogen lopen. We hebben een plekje in... Bazancourt. 23 kilometer. Dus we gaan morgen een flink stuk wandelen en dan hebben we in ieder geval een plekje in Bazancourt en vandaar kijken we weer verder. Ja. Toch? Ja, het is een beetje spannend. Een beetje met handicap, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat is overal. Ja. Maar dus. We gaan nog lekker douchen en lekker slapen. Okay. Doei doei. Dans le midi, ils se sont trouvés au bord. Sous l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel.